Nog iedereen. Snel. Boefie, kom, gooi je. Boefie, ga een beetje dichtbij. Nu. Ja, triest. Echt triest dit. Morris Bakkum heeft er geen woorden voor. Afgelopen vrijdagavond werd zijn gekoesterde, getunede Fiat in brand gestoken. Bij zijn huis aan de Stalpertstraat. Inmiddels heeft hij het filmpje van de brandstichting via via doorgestuurd gekregen. Door de daders zelf gemaakt. Nou, ik was te slapen. En ik voel me niet lekker. Vroeg naar bed. En ik werd wakker door de toeter. En die draadjes smelten tegen elkaar. Dus ik ging kijken. Toen gingen de buren van bans, bans, bans op de deuren. Dus ik in mijn onderbroek naar beneden. Van joh, wat is er aan de hand? Ja, je auto staat misschien in brand. Dus ik ren erheen. En ja, hij stond in de brand. Ik zo, godverdee. Ja, en toen heb ik met de politie gesproken. Ja. Als autoliefhebber is het heel erg pijnlijk. Morris heeft veel tijd en geld in het autootje gestopt. Ja, ik had hier heel veel aan. En andere bandjes, andere inlaatspruitstuk, andere uitlaatspruitstuk. Andere einddemper, uitlaatsysteem. Dus de motor was ook technisch weer in orde gemaakt. Op social media verschijnen veel steunbetuigingen. Een garagebedrijf uit de buurt wil Morris helpen eenzelfde type auto te vinden. Wat vind je van die gasten die het gedaan hebben? Nou, vind ik lager dan een stuk vuil die het gedaan hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En die woorden ervoor zijn eigenlijk niet voor camera te zeggen.